Ik kwam vrijdagnacht thuis van de avond van een borreltje in de stad. En ik ging direct de tossiebak in de keuken. Mijn vriendin die komt een paar minuten later thuis. En die komt geschrokken binnen. Wat is er gebeurd? En samen stappen we de woonkamer in. En je ziet het, raam kapot, glasscherven door de hele kamer. Vijf stenen zijn tegen de ruiten van de woning van Sikkom-journalist Willem Groeneveld aangegooid op vrijdagnacht. Groeneveld gaat ervan uit dat het een gerichte bedreiging is. De buren zagen na het gerinkel van de ruiten twee jongens met een capuchon op wegrennen. Inmiddels heeft Groeneveld aangifte gedaan. De Sikkom-journalist heeft een vermoeden wie er achter deze bedreiging zit. Ik schrijf al een aantal jaren, doen we onderzoek en schrijven over huizenmelkers, verhuurders, makelaars in Groningen die de fout in gaan. En ik had vrijdag een gesprek met eentje. En die zei en passant in het gesprek, noemde die mijn huisnummer met de opmerking dat komt steeds dichterbij. Terwijl die wat dreigend tegenover mij stond. En 8 uur later lagen mijn ramen in puin. Maar dat is natuurlijk niet 1+1, maar het is wel verdacht. Groeneveld heeft al zo'n 2 à 3 jaar te maken met bedreigingen. Maar dat nu daadwerkelijk zijn huis bekogeld is, is wel even schrikken. Ja, zeker. We waren behoorlijk geschrokken zaterdag, vrijdagnacht. We hebben ook direct even een goede borrel de afloop gedronken. En ja, het is een enorm cliché, maar het komt al wel dichtbij. En daar schrik je van. Maar inmiddels is de schrik wel weer weg. Je wordt wel herinnerd, want ik word wakker, ik stap naar beneden en ik zie het raam natuurlijk. Maar de schrik heeft wel plaats gemaakt voor strijdvaardigheid nu. De gemeente veroordeelt de actie scherp. De bedreigingen naar aanleiding van journalistiek werk maakt het volgens de gemeente een nog ernstigere zaak. Vrije pers is natuurlijk een groot goed binnen onze democratie en dat vinden wij ook heel erg belangrijk. Journalisten moeten hun werk kunnen doen, moeten kunnen schrijven en vragen stellen over de zaken die hen bezighoudt. En dat geldt zeker ook voor Willem Groeneveld. Dus in die zin, als dit inderdaad verband houdt met zijn activiteiten die hij voor Sikkom doet, maakt dat extra kwalijk. Komt nog eens een keer bij dat dit inderdaad gericht was op zijn privé situatie, wat het wat mij betreft nog erger maakt. Ondanks de bedreigingen blijft Willem Groeneveld strijdbaar en gaat hij door met zijn werk. Het is 1 keer eerder een beetje gebeurd in deze geest. Toen kreeg ik een kop koffie in mijn nek toen ik voor wederhoor ging. En ja, wat er dan gebeurt is dat het vooral veel groter wordt. Ja, dat vooral wat we toen schreven, dat modderde een beetje voort op Sikkom. Totdat ik die koffie in mijn nek kreeg en toen werd het opgepakt door andere media. En ik dacht altijd van ja, dat is mijn bescherming. Want zodra ze mij wat aandoen, wordt het vooral alleen maar groter. Ze hebben mij niet zelf wat aangedaan, maar wel mijn eigendom wat aangedaan. En het verhaal wordt groter, want jullie staan hier weer en de telefoon wordt platgebeld al de hele dag.